aan de chauffeur. Zuid niks, bij de pluweg, non de jupe. Stik die handen de lucht. Een routewisser, 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 routewisser. Goedemiddag beste mensen, van harte welkom in het Zandkruierschat. We gaan vanmiddag kijken naar de grootste en mooiste carnavalsoptocht van Midden-Nederland, georganiseerd door onze eigen Eemschummers uit het Hoogland. Wij mogen dit presenteren, Annette en Irma, en samen met u hebben we er heel veel zin in om te gaan genieten van een prachtige optocht. En deze optocht staat dit jaar onder leiding van Prins Leo. Hij staat hier naast me. Prins Leo, wil jij jullie even voorstellen aan de kijkers thuis? Ja, dat wil ik. Ik ben zelf Leo. Naast mij staat mijn zus Petra, onze hofdame van dit jaar. En mijn adjudant Ronald. En dat zijn we. Helemaal duidelijk. Dit jaar staat de carnavalsoptocht in het teken van carnaval. Daar zit muziek in. Waarom heb je voor dit thema gekozen? Ja, muziek, carnaval en muziek zijn natuurlijk Je kan niet zonder. Carnaval zonder muziek, dat is geen carnaval. Dus daarbij altijd vroeger thuis draaide alles zonder muziek. Met Sint Cilia, zelf vroeger muzikant geweest. Met de Schuurblazers een paar jaar geleden opgericht. Carnaval en muziek, kan niet zonder elkaar. Helemaal duidelijk. Dus dit gaat weer een super carnaval worden. En jullie hebben al een paar dagen en feesten achter de rug. Wat is het leukste wat je tot nu toe hebt meegemaakt? Dat is moeilijk om een specifiek moment te noemen. Het mooie om te zien dat je gewoon twee avonden, een hoop mensen in huis, echt gezellig, geen ellende. Gewoon echt een goede sfeer. Het is moeilijk om daar één moment van te bevatten. Het is allemaal fantastisch. Je leeft in één roes, ga je door het hele carnaval heen. Dus moeilijk om daar één moment aan te hangen. Nou, dus een aaneenschakeling van mooie momenten, wat willen we nog meer? Voor de kijkers thuis, wat wil je hen toewensen voor deze carnaval? Veel plezier. We gaan eerst genieten van een hele mooie optocht. Een paar dingetjes al mogen zien. Het ziet er allemaal fantastisch uit. Het weer lijkt ons gunstig gezind te zijn. Dus we gaan er een mooi feestje van maken. Nou, de carnavalsoptocht gaat dan beginnen. En je kunt natuurlijk alleen maar van start gaan met een officieel startsein. En dat is natuurlijk in het kader van muziek. Prins Leo, aan u de eer. Gaan we doen. Een prachtstart, dames en heren. Heel veel plezier! Dames en heren, daar zijn we dan. De optocht komt eraan. Lieve mensen, boeren, burgers en buitenlui, kom naar buiten. Want Sint Cecilia, de eerste deelnemer van de optocht, komt er nu aanrijden. En weet u, Sint Cecilia is dit jaar heel erg bijzonder. Niet alleen omdat ze prachtige muziek maken en iedereen daardoor wil gaan beginnen met het carnavalsfeest. Maar ook omdat bij Sint Cecilia Jan Roete speelt. En Jan Roete is de vader van onze prins. Dus Prins Leo heeft eigenlijk muziek met de paplepel ingegoten gekregen. Vandaar ook natuurlijk het thema carnaval, daar zit muziek in. Dus als u zometeen Sint Cecilia ziet en u ziet een man met een grote witte tuba en hij kijkt heel erg trots, dan is dat Jan Roete, de vader van Prins Leo. En omdat het zo bijzonder is dat Jan en dus eigenlijk Leo vroeger ook bij Sint Cecilia zaten, heeft Sint Cecilia dit jaar voor het eerst een wagen gemaakt. Dat hebben ze eigenlijk nooit eerder gedaan, maar het was een verrassing voor Leo. Dus ze hebben extra veel aandacht besteed aan deze fantastische carnavalsoptocht. En daar komen ze aan. De sfeer zit erin. De muziek is goed. We gaan beginnen, Irma. Heerlijk. We hebben er allemaal ontzettend veel zin in. Ze werken heel erg hard. Ze zingen. Iedereen is hier verkleed langs de kant. Cecilia wordt met heel veel enthousiasme onthaald. Onze prins Leo is daar dus natuurlijk heel erg bekend. En wij Hooglanders zien Cecilia op alle grote evenementen van Sinterklaas. Cecilia komt langs ons heen en achter hun de dorpsomroepen. Ook José is dit jaar weer bereid om ons allemaal de huizen uit te roepen. Vanuit de hele provincie stroomt iedereen hier het Zandkruierschat binnen.
met de auto, met de fiets, met rollator, skateboard, wakeboard. Iedereen komt hier naar onze grote en mooie carnavalsoptocht kijken. En zoals gezegd, José, laat ons weten dat het begonnen is. En mensen, jullie zijn allemaal op de goede plek hier op deze prachtige zondagmiddag. Hij wordt gereden door Jos van Loen. Die rijdt onze dorpsoproeper. En Jos, ook een bekende Hooglander. En die weet de route, die kan hier het dromen. En José, je hebt het weer goed voor elkaar gekregen. Iedereen weet de plek waar te komen. En José, die gaat voor aan de schooiers en de schooierswagen. Want lieve mensen, we vinden het fijn dat jullie er allemaal zijn. En je mag komen zoals je bent, wie je bent. En jullie komen kijken voor de deelnemers die dit allemaal voor jullie neerzetten. Graag vragen van jullie een fooi. Geef vrijwillig. Het mag ritselen, het mag rinkelen. Maar zoals u weet, geef gul, want alles wat u geeft in zijn geheel gaat naar het prijzengeld. Het prijzengeld, de deelnemers doen mee in verschillende categorieën. Alles wat opgehaald wordt, wordt geteld en dan verdeeld over de verschillende categorieën. Zodat de prijswinners ook weer een basisbedrag hebben om volgend jaar weer verder te kunnen gaan. Want u weet zelf ook, elk stukje hout, elk likje verf, elk stukje kleding, stof, alles kost een centje. En we doen dat allemaal met liefde, maar iedereen moet het ook kunnen betalen. En er zijn verschillende categorieën waarin om de prijzen gestreden wordt. Natuurlijk de algehele hoofdprijs. En dan gaan we naar de grote wagens, de kleine wagens, de grote loopgroepen, de kleine loopgroepen. Maar we hebben ook hele dappere en die gaan of alleen of met z'n tweeën. Een zogenaamd duo. Dus lieve mensen, geef gul. Zoals ik al zei, het mag ritselen. Maar dubbeltjes, kwartjes, de ouderen onder ons kennen die nog wel. Alles is van harte welkom. Naast de schooiwagen hebben wij ook nog andere inkomsten. En dat is voor onze sponsoren. En daar zijn we als carnavalsvereniging heel erg blij mee. Want de sponsoren in Hoogland zijn enorm gul. Zowel de grote als de kleine bedrijven geven altijd voor de carnavalsvereniging. ZZP'ers, iedereen geeft zijn centen. En zo heeft iedereen zijn eigen bijdrage. Ze hebben ook een enorme bijdrage van vrijwilligers. Weet u namelijk dat er zoals vandaag 200 deelnemers zijn die de hele dag begeleiden. Dat doen zij om te zorgen dat er geen ongelukken zijn. De verkeersbegeleiders in samenwerking met politie, met brandweer, met EHBO. 200 mensen zijn er zo. En Annette, oh Annette, ze komen er aan de Eemschummers. Onze prins Leo is er met zijn adjudant en met zijn hofdame. En de gehele Raad van Elf. En zie ze springen en zie ze zwingen. De muziek zit inderdaad in hun genen. En ze gaan inparkeren. En nu ze gaan inparkeren, geeft ons dat even goede gelegenheid om te kijken wat er zoal gisteren zich allemaal hier afspeelde. De zaterdag voor de optocht. Los Zand is een vriendengroep die een aantal jaar geleden is ontstaan van een aantal enthousiastelingen die toch weer de gezelligheid opzochten van het carnavalswagen bouwen. En dat hebben we volgehouden en we hebben er nog steeds heel veel plezier in. Wij genieten ervan. Ons thema is Los Zand gaat uit zijn plaats en het bouwen ging eigenlijk heel soepel. Wat hebben wij gedaan? Wij hebben in twee delen gebouwd. Je ziet daar een naad zitten en wij hebben de onderste laag hebben gewoon op deel gebouwd. Het is lekker warm, wij waren bang voor de winter en er was geen winter. Maar we hebben hem uiteindelijk verleden week naar buiten gedraaid in twee kanten. En toen hebben we hem met een kraan bovenop elkaar gezet. Wij gaan een hele hoop lol maken en we willen ook vooral het publiek erin betrekken. Wij hebben iets afwijkende muziek tussendoor, disco uit de jaren 70 en we proberen daar het publiek in mee te nemen. Yeah.
Ja, eigenlijk wouden we wel een carnavalsgroep, maar ja, we wisten heel niemand om wat jongens bij elkaar te rapen. Dus op een gegeven moment hebben we gewoon een WhatsApp-groep aangemaakt en wat mensen erin gegooid. En die niet wouden zijn er weer uitgegaan en die wel wouden zijn blijven zitten. En zo is de naam Gek Gezellig ook ontstaan. Helemaal gek van de laatste project. DJ, breng ze naar de brug. Doe een stap naar achteren. Ja, dat is onze Bas van Hengel. Want ja, natuurlijk, die bouwt ook met ons mee. Alleen die moet net op een uitwisselingsproject met school naar Barcelona. Op zondagmorgen moet hij op het vliegveld staan om 9 uur. Dus die kan helaas niet met de optocht meedoen. Dus vandaar hebben we onze pop erbij gehaald. En die gaan we verkleden als Bas. Dus dat hij er toch nog iets bij is. Want hij wil liever op de carnavalswagen springen en feesten. Dus daar baalt hij van, ja. Heel schoon. Mooi geweest. Ja, nou weer de grote mensen, hè. Je wordt kapitein als je jarenlang vrijwilliger bent geweest voor allerlei zaken. En dan, als je geluk hebt, dan word je uitverkoren door de Eemschummers. Dat ik help bij de kerk als missionaar vanaf dat ik 10 jaar ben. En geholpen bij de KPA voor de oud-ijzeractie, polstok springen. Ik help bij de Eemschummers tijdens de carnaval als verkeersregelaar en voor de orde en de veiligheid. En ga zo maar door. Samen met jouw foto in mijn hart. Als echte Roomse jongen ga je toe carnaval vieren. En dat is vooral heel veel gezelligheid met bekenden en vrienden feestvieren. Dat is voor mij carnaval. Zonen van de Eemschummers. Ja jongens, ze hebben hun wagen geparkeerd en daar is Prins Leo. 2003 had hij zijn eerste carnavalsoptocht. Toen liep hij als schooier. Daarna ging hij met zijn vriendengroep en nu is hij gewoon de aanvoerder van onze optocht. Er zijn ook een aantal nieuwe raadsleden bij. Verloofd, getrouwd, ik weet niet de actuele status. En daar komen ze aan. Annette! De dames van de Eemschummers, dat is natuurlijk de eerste inzending. Nou, het woord zegt het al, het zijn de dames, de liefjes, de schatjes van de Eemschummers. En wat hebben zij voor moois voor ons in petto vandaag met als thema Rock Nou, Rol Later. Een prachtig thema door hun verzonnen. Ik mag één van de dames de vragen gaan stellen. Vertel, vertel, mooie Eemschummers dame, wat zijn jullie van elkaar precies? Sorry, wat zei je? Wat zijn jullie van elkaar? Wij zijn dames Eemschummers. Wij zijn de aanhang van de Raad van Elf. En we zijn vrienden, kennissen, dorpringen. Jullie zien er weer prachtig uit. Wat is jullie thema? Rock nou, rol later. Oh ja, of rol later, is hoe je het ziet. En hoe beelden jullie het uit? Ja, gewoon dansen. En we zien er natuurlijk heel jong uit nu. En hoe hebben ze langs de kant op jullie gereageerd? Enthousiast. Enthousiast, ja. Wat voor opmerkingen hebben jullie als jonge oude dames gekregen? Sorry, ik verstond niet wat u zei. Wat voor opmerkingen krijgen jullie als jonge oude dames in zo'n optocht? Ja, gewoon leuk. Ze vonden vooral de tekst erg leuk. Ja. Ja. En wat gaat er nog meer gebeuren voor jullie de rest van de dag? U moet wat harder praten, we zijn nog niet meer zo... Goed liplezen. Wat gaat er nog meer gebeuren, oude dame, voor de rest van de dag? Nou, we gaan in ieder geval nu in het zonnetje zitten en de rest van de optocht bekijken. En dan met de raad ondersteunen. En vanavond gaan we met de prijsuitreiking een leuk feestje van maken. Nog tips voor de mensen thuis? Nou, we willen in ieder geval iedereen bedanken die is geweest. En diegenen die niet konden komen, volgend jaar gewoon weer welkomen. Dat is gewoon echt een superfeest wat je niet kan missen. Prachtige mooie woorden. Dank u wel. Gaat u verder in de rollator. Fijne middag nog. En dan gaan we ondertussen alweer door naar de volgende inzending. Terwijl deze mooie Eemschummers dames rollend... naar later gaan. Irma, aan jou. Gevalletje apart komt eraan. En gevalletje apart worden doorgesproken door Prins Leo. En hun thema is... Boerin zoekt boer.
Boerin zoekt boer. Waarom? Wat voor soort boer? Vee of asperge? Of een hipster type? Of meer een disco type? En waarom zoek je een boer? Hou je van vroeg opstaan? Hou je van kletsen met mensen van financiële instellingen? Ik ben heel erg benieuwd. Nou moet ik zeggen dat een boer mij goed bevalt. Maar daar komen ze aan, die boerinnen. En het zijn lekkere, frisse, jonge boerinnen. Pitzat. Gereden door ook een bekende hooglander. Ze hebben een mooi huisje achterop. Ze swingen en ze springen. En mensen, kijk goed. Ze hebben hun hart op de goede plek. Dat kun je wel zien. En zo te zien vinden ze al wat fans, kan ik wel zeggen. Ja, ze gaan de goede kant op. En ik weet niet of ze om 6 uur moeten melken. Of dat we ze gewoon hier zo meteen in het slottenhok gaan zien. Maar schip voor 10, dat hebben deze meiden. De toekomst van de agrarische sector is verzekerd. Dat kan ik u vertellen. En zoals bij menig boerderij te zien is, 2 lekkere stoelen voor het huis om even rustig te genieten, na te denken wat heb je gedaan vandaag en te kijken wie er allemaal langs komen fietsen. En dan komen we alweer bij de volgende groep, de turfstakkers. Het is een hele grote groep fanatieke hooglanderveners die een aantal jaren geleden voor het eerst de handen in elkaar hebben geslagen en zeiden wij gaan bouwen. En ondertussen kennen we ze in Hoogland als fanatieke bouwploeg. Dit jaar hebben zij als thema 'snachts na 2'en. En nu kennen wij natuurlijk als vakantiegangers allemaal het thema 'snachts na 2'en. Maar zij hebben daar een hele mooie tekst op gemaakt. Dan laten we iedereen eens lekker beven. Dan komen mummies, wolven en skeletten boven. Dat vannacht niemand meer slapen gaat. Ja, 'snachts na 2'en. Dus lieve dames en heren, kijkt u goed, want om 2 uur breekt hier het spookuur aan. En dan komt het mysterieuze spookhuis, brengt dan allerlei enge, monsterlijke wezens naar buiten. Ik zie de bewoners, een heks. Ik zie Frankenstein met zijn bruid. We zien dansende skeletten rondom de wagen. De dood. Dolfje Weerwolfje, wie is niet met hem opgegroeid, zit hier om deze prachtige wagen heen. Mummies, een kwaadaardige minion. Ik wist niet dat ze bestonden, maar volgens deze groep bestaan ze echt. Het spook van de opera. Als u heel goed kijkt, zit er misschien zelfs Dracula. En nare, nou, wat hebben deze hooglanderveners er weer een prachtige wagen van gemaakt. Ik hoop dat u er geen nachtmerries aan overhoudt. Het is allemaal maar spel. Nou, gelukkig Annette kijken deze turfstekers nog wel lekker levendig uit hun ogen. Het idee erachter is dat deze groep zegt, na 2 dagen carnaval zien we er eigenlijk al uit als spoken. Dus laten we het ook maar spelen. En ze worden gevolgd door kakelende kippen. Mensen, ik lees hier, er is paniek in het hok. Ze zitten met z'n allen in een hok. Kleinkinderen en kinderen die samen met opa en oma op weg gegaan zijn in deze carnavalsoptocht. Ik hoor een hoop gekakel. Zo vlak voor de wagen van de prins. De kippetjes zien er wel lekker uit, moet ik zeggen. En net, oh, ze ontsnappen. Ze gaan hun hok uit. De veren vliegen in het rond. Een vos vliegt achter ze aan. Zo'n mooie, maar oh zo gemene vos. Die niet alleen doodmaakt wat hij opeet. Oh, gelukkig. Ze worden weer terug het hok ingejaagd. Alle kippen weer terug op stok. We hebben hier echt gewoon een live toneelstuk. Op straat hier op de Kerklaan. Opa en oma. Oma met de mattenklopper. Er is 1 kuiken wat vrij eigenwijs is en er nog niet in wil. Kom nou, kuikentje. Ja, gelukkig. Ook de laatste gaat erin. Ze zijn weer allemaal bij elkaar. Inclusief onze cameraman.
wiens de veren ook om zijn oren vliegen. En ze trekken weer verder. De jager voorop. Die schiet misschien nog op het wild. De vos is verdwenen. Zo zie je maar weer. Een hele slimme vos. De haan kraait. Oh nee, ze zijn weer los. Het vliegt in de ronde. Mensen, kom ze helpen. Ze vliegen allemaal vroeg uit dit jaar. Ik heb nog geen kip in mijn kiphok gezien. Maar ik denk dat deze dames er wel wat van kunnen. Ik heb nog geen ei gezien. Nee. Ik hoop wel dat er een van hun brots wordt. Want met paarsen willen we natuurlijk allemaal weer een kuikentje hebben. We gaan 40 dagen vasten in. En dan krijgen wij allemaal een ei tijdens het paarsen. Dus zo komen we met dit thema toch ook weer uit bij de carnaval. Wat er vooraf gaat aan de 40 dagen tijd. Een tijd van bezinning. De carnaval duurt ook dit jaar weer tot dinsdagavond 12 uur. Dan is het afgelopen. Dan is het als woensdag. Tijd voor inkeer en bezinning. En 40 dagen, de zondagen, tellen we niet mee. En daarna vieren we het mooie feest van Paas. Ondertussen gaan we door naar gek gezellig. Ja, dames en heren, ik wil even extra aandacht voor deze groep. Want deze groep is dit jaar voor het eerst bij elkaar gekomen. En wie ziet u daar in een kruiwagen? Daar zit Bas. En wij hebben zwaar medelijden met Bas. Want wat is er nou gebeurd? Die heeft de hele afgelopen week heeft hij keihard mee geholpen met bouwen en doen. Maar Bas moest van school naar Barcelona. Per se. Wij sporen niet en de chauffeur is het spoorbijster. Dat is het thema van deze nog jonge groep. Die hier door de straten heen trekt. Eens per jaar stomen wij onszelf klaar. En in dit thema gaan zij volop carnavallend de tocht door. Wij zijn het spoorbijster. Petje af voor deze groep. Maar waar komt daaraan? De kleurrijke feestbeesten. En mensen, ze hebben gisteren al een prijs gewonnen bij de kindercarnavalsoptocht georganiseerd door de Hoge Narren. Voice Classic zie ik hier staan. Die lopen voorop. Zoals gezegd, de kindercarnavalsoptocht die gaat op zaterdagmiddag door het Hoge Land heen. Velen doen daar aan mee. Kleine groepen, grote groepen. De Hoge Narren zijn zo dat hun, degene die winnen, met hun mee mogen lopen in de optocht zoals vandaag. En dat is voor hun natuurlijk een hele grote eer. Prijswinnaars in de eerste, in de grote loopgroepen en prijswinnaars in de kleine loopgroepen. En bij de grote loopgroep zien we als prijswinnaar de Voice Classic. Dat is eigenlijk een imitatie van de Voice of Holland, maar dan over klassieke muziek. Het ziet er prachtig uit. Ze hebben mooie muzieknoten gemaakt. U ziet de juryleden zitten. Die jureren over alle inzendingen. Prachtige jurken erbij gemaakt. Terechte winnaars bij de Hoge Narren. En de kleurrijke feestbeesten. Nou, je ziet ze gaan. De groep 8 van de Biezen, die hebben gisteren gewonnen. Met de kleine loopgroep. En ze blijven dansen. En ze blijven zwingen. En ze zijn knallend de carnaval ingegaan. We zien hier ook 4 boksen. Je kan YouTube'jes verbeelden. En achter hun, de Hoge Narren. We hebben ze al een paar keer genoemd. En daar komt de carnavalsvereniging. Die gezeteld zijn in de Narrenhof. De Faam. Op de Ham komen hier met hun show op volle toeren door de bocht heen. Prins Decibel. In het dagelijks leven is hij geluidstechnicus. Je weet wel, zo'n stang met zo'n dode poes eraan. En daarmee gaat hij het geluid verzorgen met zijn hofdame en met zijn adjudant. De prinsen die zitten op gelijke hoogte, zoals we allemaal kunnen zien. En begin van deze optocht is er iets heel bijzonders op deze wagen gebeurd. En daar gaan we nu even een kijkje bij nemen. Ik ben van Liefde, ik ben van alles. En ik zou je willen vragen, zou je mijn dier komen?
Fantastisch. En jongens, de reis ligt hier zelfs op de Kerklaan. Prins en hofdame. Ik kan niet bij jullie komen, maar van harte gefeliciteerd. En wij wensen jullie samen met jullie zoontje Thijs een schitterende toekomst toe. En dat gaat lukken. Een toekomst op volle toeren. En we zien dat hier ook uitgebeeld. Dat is hun slogan. Een bal van goud vinden ze hier. En de hele raad viert feest. Dubbel feest. Jongens, het is toch om kippenvel van te krijgen. Ook romantiek hoort bij carnaval. Het feest wordt alleen maar uitbundiger en uitgebundiger. En daar gaan ze op weg naar een schitterende, schitterende toekomst. Gaan trouwen met de carnaval. Het kan niet mooier zijn. Ik ken twee mensen die hebben elkaar ontmoet tijdens de carnaval. En deze mensen gaan trouwen dankzij de carnaval. Gefeliciteerd. En dan zien we GPTS. Geen prijs, toch schrik. Komt eraan met Heel Holland Bakt. Nou, u kent natuurlijk Heel Holland Bakt. Het is een super populair programma. En GPTS denkt, daar gaan we eens even mooie variaties op maken. Op het woord bakken. Op de wagen ziet u een collage van 4 keukenblokken. En die staan vol met potten en pannen en allerlei bakbenodigdheden. En iedere deelnemer, groot en klein, want ook de kinderen doen mee, beelden iets uit, een variatie op het woord bakken. Nou, eens even kijken, wat zien wij? Ik zie een mooie bakfiets voorbij komen. We hebben gebak, zie ik staan, heerlijk. Een bakkie doen. Nou, dat kan natuurlijk als vrouw die uit Prutdarp komt, is een bakkie doen. Mijn favoriet, dat snap je natuurlijk wel, Irma. En waar hebben we het dan over? Het is allemaal gebakken lucht. Heel goed gezien. Zeg, loop niet zo met mij te bakkeleien. En wat een misbaksel zie ik ertussen. Ze bakken er helemaal niks van. Het zijn maar liefst 8 volwassenen, lieve mensen, waar u naar kunt kijken. En 17 kinderen. En GPTS bestaat uit oud raadsleden en vrienden van de plattelandsgenotskosten. Plattelandsgenotsknotsen uit Soest. Een aantal van hen is zelfs prins geweest. Prins Pieter Kuijer, Ron Voskuilen en Mark Hilhorst. En ook hun kinderen doen weer mee met de optocht. En u kunt zien, op de bakfiets ziet u een prachtige moorkop. Kijk. En mocht u denken, ik heb die moorkop ergens eerder gezien, dat klopt. Want het komt van de banketbakker. Imp, neem je lekker een bakkie? De moorkop komt bij de banketbakker uit Hilversum. En die heeft gezegd, ik vind het prima als jullie meenemen. Als je maar weer netjes opknapt achteraf. En een bakkie doen. Dankjewel, heren. Jullie snappen. Oeh. Dit bakkie koffie heeft een heel bijzonder luchtje. Ze weten dat we uit het Prutdarp komen. Deze Soesters uit Knollendam zijn weer de heerlijk. Eem overgestoken. En we zijn altijd weer blij met ze. Want ze weten hoe ze een feestje kunnen bouwen. Het koekje erbij is hartstikke lekker. Het is een bakkie plus. Het is een bakkie extra. En daar komt... De dames komen er ook aan. Ze laten de heren altijd voorop lopen. En we bakken er niks van. Rijdt daar rond. Nou, daar klopt toch echt helemaal niks van. Ze staan altijd weer gerand voor een hoop plezier. En jongens, een moorkop. Een moorkop uit Soest. Dat kan alleen maar lekker zijn. Ik heb begrepen. Ze mochten hem gebruiken van de banketbakker. Maar zij komt echt van het dak af. Maar aan het eind moeten ze hem weer opknappen en netjes terugbrengen. Een echte
echte moorkop nog wel. Heel hoogland bakt, hebben ze heel graag erop staan. Kat in het bakkie. Nou, bij ons loopt de kat liever buiten. Ik heb de eerste meertige kat alweer gehoord, Annette. Dus dat belooft weer een heel veel goed. Lekker bruin brood. Heel hoogland bakt. We kunnen een voorbeeld aan ze nemen. En daar zie ik de volgende alweer de hoek omkomen. Kijk, nummer 11. Die hebben een prachtig getal, want het is natuurlijk het zottengetal. En dit is een fusie, mensen. Altijd schik. En Ontus Grandis hebben de vliegende hooglander hiermee de optocht ingenomen. En het is een piratenschip. En hun hebben natuurlijk hun eigen piratenfestijn om in het thema van de prins te blijven. Volop muziek, volop schik. En ze hebben dit jaar hun krachten gebundeld, ieders talenten gebruikt. En hebben gezegd van jongens, we gaan samen. En dat gebeurt hier dus ook in deze omgeving. Een fusie die zeer, zeer geslaagd is. De dames hebben hun eigen dansje met zwaarden. Doen ze niet moeilijk over. Gaat allemaal veilig. Er is op geoefend. En ze hebben altijd schip. Het is dus een vriendengroep. En er wordt hier ook bekeken door mensen uit Nieuw-Zeeland. Die gaan dit live zien. Zijn dan wel 12 uur verder. Dus die bekijken het vanuit bed met een croissantje, hoop ik, voor ze. Hadden er graag bij willen zijn. Maar zijn dit jaar dus in Nieuw-Zeeland. We kunnen het wel via de computer gaan bekijken. Dus dat is echt gaaf. De vliegende hooglanders. Ja, meestal blijven we liever met de voeten op de vloer. Maar deze, nou ja, die kiezen gewoon voor de lucht. En de andere kant ook weer voor het warme sop. De vlaggen warpen goed. Er is ook een schatkist te zien. En daarop staat, deze kist laat zich niet kisten. En ach jongens, Koos, die is de schattigste. Zoek hem maar op. En de hele Kerklaan staat te springen. Want dit is echt lekkere, goede carnavalsmuziek met een goede beat erin. Die piraten maken er echt een festijn van. Dus of je nou wil of niet, je voeten gaan gewoon heen en weer. Vanzelf. Helemaal vanzelf. En deze groep heeft dus ook een bouwlocatie gevonden. Want wat mensen, wat zijn wij toch blij met al die agrariërs die een stuk van hun schuur kunnen afstaan. Voor al die ondernemers die een stukje van hun loods ter beschikking stellen aan de mensen die zo graag willen bouwen. En weet je, Irm, ik heb het ook dit keer weer een paar keer gehoord. Mensen bouwen dan een geweldige wagen ergens in een loods en bouwen het hoog, zoals je ook hier ziet met de grote ogen. Uitkijktoren. En dan zullen ze de loods uitrijden. En wat blijkt? De deur is een stuk lager. U zult het niet geloven, lieve mensen thuis. Maar het gebeurt ieder jaar weer dat mensen erachter komen dat de deur iets minder hoog is dan verwacht. Ik heb wel eens gehoord dat de banden worden leeggelopen, zodat je dan een stukje zakt. Of het topje er toch nog even afgezaagd moet worden. We hebben zaterdag tijdens de voorbereiding gezien dat er een hoogwerker door de straten heen ging om punten, om takken van bomen eraf te zagen. Normaal zou je de vergunning voor aan moeten vragen, maar in Hoogland is dat gelukkig niet nodig. De takken worden er afgezaagd om ook de geweldige grote wagens met spektakel door de straten heen te kunnen laten gaan. Maar bouwlocaties, zowel binnen als buiten, we hebben ook verschillende partijen weer die thuis hebben gebouwd. Moeders die het huis uit werden gestuurd door jongeren, want jongeren hadden de woonkamer nodig.
Nou, paps en mams moeten soms niet alles weten wat er gebeurt. Er is dit jaar gebouwd in beneden, in kelders. Ook met het idee dat het geheim moet blijven. Maar dat is natuurlijk ieder jaar weer de uitdaging. Je gaat het bouwen. Er wordt genaaid, geweefd, getimmerd. Nou, noem maar op. Maar vooral dat niemand mag weten wat je dit jaar hebt bedacht. Maar de gordijnen in Hoogland gaan weer open. Want al de prachtverhaal zien we hier voorbij trekken. Muziekvereniging uit Koten. Dank voor de prachtige deuntjes. Helemaal uit Koten hier voor de optocht. En ook zij hebben hun carnavalskleding aan. En dat ziet er echt spetterend uit. Alle kleuren tevoorschijn. En we zijn altijd weer blij dat ze vanuit Koten hier bij ons mee spelen een deuntje. Het spetterend showkorps. Daar zit muziek in, trok aan ons voorbij. En daar komt Jan de Ridder aan. Wij kennen hem. Hij loopt elk jaar weer mee. Hij zegt, ik wil er altijd muziek bij hebben, want anders kan ik niet lekker lopen. Nou, dit jaar heeft hij inderdaad voor een muziekinstrument gekozen. Zijn broer die helpt hem altijd mee met het idee. En kan geen noot lezen, valse tonen bewezen. Dat is zijn slogan. Hij loopt volgens mij in nog een origineel Sint-Cecilia-pak. Hij heeft een emmer bij zich. En Jan, het is fijn dat je er weer bij bent. Daar komt Isig. Wij maken de optocht niet mooier, maar wel langer, zeggen zij. Nou, het ziet er prachtig uit, kan ik u vertellen wat u gaat zien. Deze wagen valt onder de grote wagens. En dat is eigenlijk wel bijzonder, want het is niet een hele grote wagen, maar hij is vooral heel erg lang. Want het zijn namelijk allemaal bootjes achter elkaar. Allemaal met het thema bootje. Schoon schip maken, in de boot genomen, de rondvaartboot. Mijn persoonlijke favoriet, de loofboot. Zuipschuit. We zien een plezierboot. Deze groep van ex-Eemschummers en wat vrienden met hun gezinnen komen hier langs voorbij trekken. Wat hebben jullie er weer een prachtig kunstwerk van gemaakt? Vertel, wat is dit allemaal? Dit zijn allemaal bootjes. En ja, bootjes. Bootjes. En met wie doe je dit? Wij doen dit met allemaal oud-Eemschummers en nog wat aanhang daarbij. En alle kinderen, vrouwen, gewoon één grote bij elkaar geraapte groep. Nou ja, en we wilden allemaal graag meelopen. En de kinderen wilden vooral zo graag meelopen. Die hebben natuurlijk altijd met de Eemschummers meegelopen toen ze klein waren. En die misten het. Dus die willen langer lopen. Dus ja, dan moeten we wat. Dus we hebben de handschoenen opgepakt. Maar ze trekken nu voorbij. Waar moeten we extra op letten? Ja, ik denk gewoon, het is een hele leuke creatie en het laat van alles wat zien. Ja, die kinderen vinden het geweldig en zijn niet te vermoeien. Dat kun je ook wel zien, denk ik, al die kinderen. Blijven maar gaan, het houdt niet op. Ik weet niet wat erin zit, maar ze hebben goed peper gegeten. Ze gaan goed door allemaal. Carnaval maakt iedereen gek. Wat is het leukste wat jullie hebben gezien tijdens de optocht? Wat is er gebeurd? Nou, het valt mij op dat er heel veel volk staat. Eigenlijk meer dan wat ik gewend ben. De laatste jaren heb ik het idee, Zevenhuisstraat, dat ik echt helemaal gevuld. 3-4 rijen dik. Dus dat vind ik al top. Het is een topoptocht tot nu toe geweest. Ik denk het wel, ja. Ja, volgend jaar moeten we nog wat met je broertje aan. Hè? Want die hoort bij ons natuurlijk. Maar dat ga jij regelen volgens mij, heb ik gehoord van daarnet. Gaan we regelen. Heel veel plezier nog. Bedankt. Ja, dit was een groep die ook nieuwe mensen meeneemt die voor de eerste keer de optocht lopen. En daar komt Plettig Gestold aan. Wij kennen ze eigenlijk beter als Prettig Gestoord. Maar in het kader van hun thema. En we zien daar een ninja-tempel met ninja's eromheen. Het ziet er gevaarlijk uit. Maar gelukkig hebben ze wel pretogen. Dus dat stemt me weer gerust. Ook de prins wordt zeer vriendelijk begroet. Maar we krijgen dus de ninja's, de Chinese ninja's, naar ons toe. En die maken hun feestje hier tijdens de optocht. Kleding goed verzorgd. Ook elementen waar de jury naar kijkt. Hoe is de aankleding? Hoe is de materiaalverzorging? Ziet het er veilig uit?
mooi geverfd, trekker een beetje wegwerken. Is er interactie met het publiek? Nou, mensen, wat doen die jongens? Ja hoor, die willen samen met het publiek het feestje bouwen. Ze zingen al de hele optocht lang. Zo her en der slaan ze op dat grote ding daar op de achtergrond. Ik weet niet of dat dan weer met de financiële markten te maken heeft. Het is lekker een beetje house. Ik zie DJ Jacco. Goede ervaringen mee. Een mooie trekker. Met opa van de boerderij die erop staat. We zagen ze op de Molenweg. En nu zijn ze hier op de Kerklaan. We zijn zeer blij dat jullie er zijn, jongens. De Leutbroeken, de beste zangers van het carnaval. Hun hebben een thema en ze beelden de Voice of Holland uit. En ze hebben daarvoor gekozen omdat, ja, inderdaad, muziek brengt samen. En dat willen ze graag. En ze willen ook graag de carnaval verjongen, begrijp ik. Nou, als je kijkt naar onze Raad van Elf, dat is geen probleem. Het is prinses Danielle en ze is samen met de adjudanten Tim en Martijn. En zoals gezegd, The Voice of Holland. The Voice of Holland. Ik hoop heel erg dat Dave er dan is. Samen met Sanne. Als Dave er is, dan spring ik op die wagen. En dan zie ik je nooit meer terug. Dan zie je mij nooit meer terug. En dan ga ik bij Miss Montreal. We kennen haar nog van het Dorpsfeest Hoogland. Eén groot feest. The Voice of Holland van de Leutbroeken. Een collega carnavalsvereniging. Fijn dat jullie er zijn. De hofchauffeur. En ze hebben een speaker die het publiek ingaat. Laat de jury voor je draaien, dus zing mee. We zijn door, Annette. We zijn door. Maar nou wil ik wel graag een coach kiezen. Ik wil graag Anouk. Zingen! Olé, olé. Ik mocht deze optocht niet meer zingen, is me vorig jaar gezegd. Naast de prachtige medaille die we van de prins hebben gekregen, krijgen we ook nog deze overwinning. Echt, onze dag kan niet meer stuk. We hebben gewonnen bij de Voice in. Wie had dat gedacht? Maar ik wil Anouk. Ja? Dus dat is duidelijk. Ik kan het wel alleen. Neem jij Anouk maar. Helemaal goed. We gaan ondertussen door naar Joke en Manouk. Joke en Manouk, wij zijn kattenbroekers. Joke heeft al vaker meegelopen natuurlijk in de opdracht. U kent haar wel. En Kattenbroek is de wijk vernoemd naar een prachtige boerderij die daar stond. En de wijk staat bekend om zijn prachtige architectuur. En deze kattenbroekers zijn letterlijk de katten in een grote broek. Leven ze ook op grote broek? Of nee, groot. Waar leef je eigenlijk op? Grote voet? Grote voet. Zeg maar niks met je broek. Jij leeft op grote voet, ik op bescheiden schaal. In een bescheiden broek. Schijt in je broek. Annette, we gaan door. De vriendengroep, de raddraaiers. En de raddraaiers, ja, die u vraagt, wij draaien. En voor prins Leo is dit gewoon een emotioneel moment. Want dit is zijn vriendengroep. Zoals ze zeggen, het is onze prins Leo, een ex-raddraaier. En Leo die houdt zowel van carnavalsmuziek als van hard rock. Twee stijlen, nou ja, die de ene kant uit elkaar liggen. Maar weet je, we combineren het gewoon op deze wagen. Rammstein, Metallica, AC/DC. Je mag kiezen wat je wil. En dan komt er gewoon gave muziek. AC/DC, Dorpsfeest 2016. Ik ga ervoor. Ik heb altijd al een keertje willen headbangen tijdens de carnaval. En het is zover, Irm. We kunnen helemaal losgaan. Ja. En die meiden die gaan los. Oké. Doe je haar los en gaan. Maar het is ook wel heel gaaf voor prins Leo. Het ziet er super goed uit. Het is gewoon een jukebox. Allemaal LP's. Oh, ik wil die hoezen graag hebben.
Het is weer voorbij. Het headbangen is voorbij. En daar komt weer onze gezellige volksmuziek. We gaan door naar nummer 20. Komt die er al aan? Of krijgen we... Ja, daar komt nummer 20 aan. De groep lekker ontspannen. En wat zou ons brengen? Ja, wat kun je toch... Wat mooiers kun je niet wensen, is de zomerse sfeer in de winterkou. Dus ze geven ons een stukje warmte. Terwijl ze tegelijkertijd ook zeggen... We willen weer eens een keer een echte ouderwetse winter. Die El Niño, daar zijn we allemaal klaar mee. We moeten het weer eens een keertje ouderwets koud krijgen. En dat krijgen we van deze prachtige groep. Nog één keertje de winter echt terugbrengen. En dat zien we samen met de Penguins. En Olaf van Frozen is ook weer aanwezig. En kijkt u heel goed, want onze vriend Henk, inmiddels 84 jaar, staat ook weer op de wagen. U ziet, het carnaval is voor jong en oud. Iedereen is erbij aanwezig. Lekker ontspannen, een stukje warmte met de muziekjes en de dansjes in deze koude winter. De combinatie speciaal voor u thuis gemaakt. De choreografie ziet er goed uit. Ik zie hier de kinderen kijken. Die vinden dit echt heel erg mooi. Kunnen het ook goed zien. Mooie kleuren. Zo is de optocht voor een ieder wat wils. Qua teksten van wat er gebeurt. Maar ook waartoe het publiek wordt uitgenodigd. En ik krijg het ook oprecht lekker warm van deze vrolijkheid. Een pinguïn die me warm maakt. Kijk, alles moet je een keertje meemaken in het leven. Wel, een huk van een ijsbeer. Dat is ook fijn, denk ik. En daar komt Net Even Anders. En Net Even Anders is inderdaad heel erg anders. We zien allemaal roodkapjes. We zien een oma en we zien een wolf. Oma, wat heeft u grote horen? Ja, dat is om de carnavalsmuziek goed mee te kunnen horen. En we zien daar ook een sprookjesboom. Oma met een rollator. Een groep vriendinnen doen al een paar jaar mee en hebben inderdaad voor gekozen. Ze willen de carnavalsmuziek heel goed horen. En u kunt ook zien waarom. Ze gebruiken de hele straat, van links naar rechts. En het lukt zelfs oma om met haar rollator keihard mee te gaan. Die meiden bouwen er een feestje van. En het is duidelijk, ze kunnen de carnavalsmuziek heel goed horen. Ze hebben het ook vrijdagavond gehoord, toen de jongerenraad hier echt een knalfeest heeft gebouwd. Met het casino. En meiden, hoe gaat het hier? Wie zijn jullie? Wij zijn Net Even Anders. En ons thema is... Oma, wat heeft u grote oren? Daarmee kunnen we de carnavals goed mee horen. En hoe was het langs de optocht? Heel gezellig. Ja. Dit kun je toch niet missen? En waarom moeten de mensen thuis volgende keer vooral meedoen met de optocht? Omdat het heel gezellig is met alle muziek en alle gezelligheid bij elkaar. Het is gewoon heel leuk. Ja, precies dat. Meid, het straalt voor jullie af. Nog veel plezier verder. En dan ondertussen zien we alweer de carnavalsvereniging komen. De beuk erin. We gaan vol gas is hun thema dit jaar. Het is heel bijzonder hoe ze deze wagen hebben gemaakt. Want ze hadden er maar 3 weken de tijd voor. En deze wagen is helemaal buiten gemaakt. In 3 weken tijd. Mensen moesten daarnaast af en toe nog naar hun werk. Maar het bouwen van de wagen had natuurlijk prioriteit. We zien hier een groep monteurs. Er lopen een paar mooie pitspoesen tussendoor in de loopgroep. En in totaal zijn er maar liefst 50 man en vrouw die rondom deze wagen staat. En natuurlijk is er ook nog plek voor de prins. En je ziet wat de voorkeur van de prins is. Want dat is namelijk een racewagen. Dus voorop ziet u een rode en een gele racewagen. De prins en de secondant zijn goede vrienden van elkaar. En de hofdames, dat zijn de vrouwen van de prins en de secondant. Dus ze kennen elkaar allemaal goed. Het is gewoon door de jaren heen een echte vriendenclub geworden. En dat stralen ze uit. Lang leven de lol. Carnavalsvereniging, de Carnavaleien.
En ze hebben het carnavalesco nummer 22. En dat brengt mij erop dat de naam Zandkruiersgat gisteren 33 jaar lang bestond. 33 jaar geleden hebben carnavalsvereniging Het Kratje, de Hoge Narren en de Eemschummers daaruit een commissie gevormd. En die hebben het naam voor Hoogland bedacht, Zandkruiersgat. En zandkruien, dat kunnen we. Hilarisch, ze zijn er weer. Ook deze optocht draaien ze weer mee. Een grote groep. Hun thema is muziek makes life a little sweeter. En ja, het thema is snoep. De zoete kleuren van roze en geel zien we komen. En snoepen met Prins Leo, dat klinkt hun als muziek in de oren. Ze houden zelf erg van snoepen, maar ze delen het ook uit. Ook aan de schooiers. Nou ja, weet je, dat kan je eten op een euro. Bijt je je kiezen kapot. Ze doen ook mee met de sterrenslag van het dorpsfeest. Maar nu de carnavalsoptocht. Zoals gezegd, snoepen met Leo klinkt ons als muziek in de oren. En Leo, die kan er ook wel om lachen. Wie houdt er nou niet van een lekker snoepje hier en daar? En dan komt nummer 24. De Jokers komen eraan. Met onze Braziliaanse sfeer viert Hoogland carnaval voor de 40ste keer. Voor de 40ste keer, dames en heren, hier in Hoogland. En u herkent ze vast, want vorig jaar wonnen zij de hoofdprijs in 2015. Op dit jaar bouwden zij weer op Seldert, bij de familie van de Hoven. En ze zijn met z'n allen gaan zitten en dachten, wat voor overeenkomsten zijn nou eigenlijk tussen Brazilië en Hoogland? Ja, dan kom je natuurlijk al snel op de carnaval uit. Dus ze dachten, we doen weinig kleren aan. We doen weinig kleren aan. En we doen alsof we het Braziliaanse zonnetje hier in Hoogland voelen. En die vrolijkheid brengen we over op het publiek. Dames en heren, ik kan u vertellen, ze hebben weinig kleren aan. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant. Ik word bijna jaloers als ik er naar kijk. Het ziet er fantastisch uit. Oh, die swingende billen, daar word je toch helemaal jaloers op. Irm, krijg jij het er ook warm van? Ik moet hier ontzettend om lachen. Maar je kan wel zien dat ze het koud hebben, Annette. Nou ja, maar je kunt ook zien dat het echt een fanatieke bouwgroep is. Het zijn allemaal vrienden van elkaar. En het is ook echt een enorme uitbreiding. Dus lopen hier echt met tientallen mensen. Tientallen Braziliaanse swingende schoonheden gaan hier door de straat heen. Het is prachtig. En mensen, kijk naar de details. De kleuren die ze gebruikt hebben. De schoenen, de laarzen en zometeen de wagen, die zie ik nu. Het ziet er echt ontzettend compleet uit. En de mensen reageren erop. Je moet er gewoon zo om lachen. Iedereen staat hier langs de kant te lachen. Iedereen gaat automatisch meeswingen. En het mooie en is... Die het enge is dat de mannen bijna de mooiste vrouwen zijn. Ik word nu wel een beetje onrustig, maar ze zien er echt heel goed uit. Ik wou net tegen je zeggen, de Hooglandse mannen zijn niet zo heel erg swingend, maar vandaag wel. Ja, en wat ik me ook afvraag, zouden ze nou ook lastig gevallen zijn? Of zit iedereen gewoon naast je te kijken met zoveel bewondering en durft gewoon niemand ze aan te raken? En denkt iedereen, wat fantastisch dat Brazilië gewoon naar Hoogland komt. Het is duidelijk, dames en heren. Zij gaan weer voor de eerste prijs. Ik denk dat ze vorig jaar willen gaan evenaren. Het ziet er fantastisch uit. En kijken mag, hè, Annette. Kijken mag nou. En kijken mag altijd. Dat doen we allemaal. En jullie zo thuis ook. Zo hebben we het geleerd. Hoogland in Braziliaanse sfeer. Zelfs de chauffeur swingt keihard mee. Hij houdt het roer recht. Een pop, goede verhoudingen, goed materiaalgebruik. Hier genieten we echt vanaf de Ham tot aan de Kerklaan van. De Kwekkers, hip-hop, salsa of klassiek. Onze draak danst op alle muziek.
Vorig jaar hadden ze de eerste prijs bij de kleine loopgroep. Toen hadden ze een krikkenprins, maar nu gaan ze voor een draak. En het leek ze ook gaaf om een Chinese draak te maken. Nou, dat is ze gelukt. Het was hilarisch om te bouwen. Vooral omdat ze voor die draak erin moesten kruipen om aan de binnenkant te kunnen werken. Dus dat heeft ze heel veel schrik gegeven. En deze kwekkers, die zwieren van de ene kant naar de andere kant. Het is een vriendinnengroep. Elk jaar kijken ze weer wie in de gelegenheid is om te helpen. Nou, zo te zien, dit jaar ook weer een heleboel. Ze hebben hun eigen kleding weer gemaakt. Kijk daar ook naar uit, mensen. Make-up weer verzorgd. Spierballen hebben ze zeker. Want zo lopen ze de optocht van de ene kant van de straat naar de andere kant. En daar komen de hammies. Let's go crazy uit Soest. Nou, dit thema is natuurlijk ontstaan uit Crazy Piano's in Scheveningen. Dat kan natuurlijk niet missen. En dat was een mooi thema om te gaan bouwen dit jaar. U ziet op de wagen 2 piano's met daarachter een tribune. En daar staan alle verenigingsleden op om mee te lallen met de trekker. Die is omgetoverd tot een podium. En op dat podium ziet u allemaal bekende zangers en artiesten staan. En u kent ze allemaal. U kan allemaal bekende artiesten komen voorbij. Maar voornamelijk wat ze zingen dit jaar komt neer op la 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 la. Dus u zult die tekst ook tegenkomen met een l of een losse a. En zo rijden ze alweer voor de 14e keer mee in het Hooglandse carnavalsoptocht. Met vrienden en familie. En ze noemen zichzelf een gezellig clubje varkens onder elkaar. Maar Annette, dit zijn toch geen varkens? Voor mij zijn dit gewoon Soester schattige biggetjes. En kijk eens hoe het publiek neemt. La, 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 la. Het hele publiek meenemen. Met de la, la, la. Op zoek naar wat geluk kwam ik je tegen. Nooit geweten dat Soesters zo prachtig kunnen zingen. Een wagen gemaakt in de kelder. Niemand mocht hun grote geheim kennen. Van deze prachtige Crazy Piano's uit Soest. En daar komt een band aan. Die wordt gereden door een trekker en ze staan op de wagen. Het is een muziekband die denkt van we laten ons liever even rijden dan lopen. Ze hebben ook mooie grote instrumenten bij zich. Onze prins speelt de bariton. Ik weet niet of die ertussen zit. Ik zie het zo niet. Vroeger speelde de prins de bugel. En een paar jaar geleden hebben ze de schuimblazers opgelicht. Dus onze Eemschuimers hebben ook nog hun eigen blaasvereniging. En ik heb horen zeggen dat de Volle Blaas, een vermaarde Hooglandse groep, die jaren geleden zijn gestopt, dat er toch een revival van kan komen in deze dagen. Maar misschien is het nog geheim. Dus vertelt u het niet door. Ik zie daar twee dames aankomen. De kringlopers. Oude dozen. Ja, wat moet je daarvan denken? De kringlopers, ja, die kennen we ook. Verschillende kringlopers zo hier in de omgeving. Ik zie een kar. Ik zie een pop erop die ronddraait. Het maakt me allemaal erg nieuwsgierig. Ik ga het eens eventjes bij ze kijken. Want zoals gezegd, ik ben erg nieuwsgierig. Lieve kringloopdames. Lieve kringloopdames. Wie zijn jullie? Wij zijn de kringlopers. De een is de dochter van Tinus en Greta. En de ander van Karel en Gerda. Maar wie welke, voor wie welke is, dat weten we zelf nog steeds niet. En waarom jullie thema? Wat is dat? Wij gaan regelmatig met z'n tweeën kringloopwinkels af.
gezellig een dagje met z'n tweeën op pad. Heel leuk. Lekker shoppen. Lekker shoppen. Lekker shoppen. Hey, en wat is het beste wat jullie ooit gescoord hebben? Kijk, onze foto van Koos met handtekening. Dat is toch heel apart, hè? Dat vind je niet overal. Ik zou... Alleen maar de kringloop. Ik zou hem heel goed bewaren, want er zijn meer mensen die hierop azen. Geniet verder. De kringlopers, en daar gaan ze met hun schatten. En terwijl de dames verder lopen, gaan wij alweer kijken naar carnavalsvereniging De Narrenknollen. Met prins Doppie gaan wij knallend door de carnaval. En dit is een hele prachtige prinsenwagen die het thema heeft après-ski. En daar hebben ze natuurlijk voor gekozen omdat hun eigen prins Doppie in zijn vrije tijd met een maatje een disco heeft. Een echte eigen disco. Ze zijn met de carnavalsvereniging en de wagen beeldt eigenlijk hun thema uit. U ziet prins Doppie met zijn adjudant Patrick van de Narrenknollen uit Soest. Altijd gezellig om de Soesters hier weer te hebben. Brengen altijd veel lol mee. En deze prachtige wagen. Hij zit vol met cd's, zit hij vastgeplakt. Kan natuurlijk niet alles als je van de après-ski bent. En wat u even thuis moet weten is dat het best wel lastig is om cd's op te plakken. Ze vielen er iedere keer af. En uiteindelijk hebben ze toch materiaal gevonden wat wel wilde bijverpakken. En toen konden ze trots en wel hier naar Hoogland komen, naar de optocht. Helemaal vanuit Soest. Om hun eigen prachtige prins Doppie aan ons te laten zien. Doppie, je doet het. Voor Noppie. Oh, ik wou zeggen Toppie, maar voor Noppie vind ik ook leuk. En je hebt een leuk koppie. Nou, nu zijn we rond. Vrijwilligers onder elkaar, alles doen we voor Noppie. Zo draait het hier op het Hoogland. Met de ondersteuning van het bedrijfsleven komen we een heel, heel eind. En daar is de Big Band Babes. Ze zijn op zoek naar een dirigent voor onze Big Band. Of ik moet eigenlijk zeggen, Big Band. Nou, als Deris van de Varkensboeren kunnen we dat begrijpen. We zijn ook altijd heel erg blij mee. Ik zie dat hun staartjes krullen. Dat is altijd een heel goed teken. Het zijn 6 meiden, muziekmakende meiden. En ze nodigen mensen uit het publiek uit om auditie te doen. Want ja, inderdaad, ze zijn op zoek naar een dirigent, naar een leider. En volgens mij hebben ze al heel wat dirigenten uitgeprobeerd, maar zijn ze nog niet helemaal tevreden. Ze hebben aardig wat noten op hun zang, deze biggetjes. En daar komt carnavalsgroep Loszand. Loszand gaat dit jaar uit zijn plaat. Nou, dat kan natuurlijk niet anders als vriendengroep. Allemaal mensen uit Hoogland, Amersfoort en Achterveld. En ze doen in deze samenstelling voor de 3e keer mee. Loszand gaat dit jaar uit zijn plaat. En dat doen ze ook echt letterlijk. Op de zijkant van de wagen ziet u een ouderwetse langspeelplaat die gemaakt is. En daar komen verschillende leden van Loszand, ziet u daar ineens uitsteken. En de muziek die ze hebben gekozen, dat is de muziek waar ons hart sneller van gaat kloppen, Irma. Van Saturday Night Fever. Dus ze doen de jaren 70 weer herleven. Nou, dat is een goed bouwjaar daar zo rond de jaren 70. Annette, jij bent van Saturday Night Fever. Ik ben van Grease. Nou, als je hier naar dit dansje gaat kijken wat ze zometeen gaan doen, dan ga je overstag. De wagen was in eerste instantie te breed gebouwd, dus hij kon de stal niet uit. Nou ja, dat zul je zien. Maar gelukkig hebben ze uiteindelijk hem toch iets in weten te krimpen, zodat ze deel kunnen nemen. En dankzij het gereedschap heb ik mij laten vertellen van een van de dames die ze in de kofferbak had zitten. Die reed daar al weken mee rond. We hebben deze groep gisteren ook gezien. En ik hoop dat ze zometeen hun dansje gaan doen, want die ziet er echt strak uit. Die hebben ze echt aangeleerd. Zouden ze hem nog gaan doen, Irma? Ja, ik hoop het wel. Wij hebben hem ook moeten leren. Oh, oh, hij gaat beginnen, hij gaat beginnen. Nee, nee. Je herkent. Ze willen seks met een kale, zingen ze. Dat is toch niet Saturday Night Live?
En ook zij hebben weer een mooie trekker voor de wagen. Dat is toch altijd echt een meerwaarde als je probeert of de trekker goed in de wagen te verwerken of gewoon een hele mooie opsporen. Terug naar de 70's. Heerlijk. En zien jullie mensen, bewegende delen, kinderen die meelopen. Zo wordt, is het echt een mooi geheel. Zo zien we het graag. Ondertussen komt de Wilde Westen om de hoek. En wij als stripliefhebbers, hiervan gaat ons hart toch echt wat best sneller staan. Lucky Luke laat carnaval niet schieten. Daar komt Lucky Luke en iedereen die bij hem hoort. Het zijn de plattelandsgenotsknotsen uit Lok-Knollendam. Prins Lucky Luke dit jaar. Ze hebben hem levend gemaakt, Lucky Luke. Ze houden een grote Lucky Luke onder schot. Er hangen cowboys aan de bar in de salon. En ook omstanders kunnen hier een drankje nuttigen. En zo als een volwaardig cowboy naar buiten komen. Maar ja, daarbuiten, daar gebeurt een heleboel buiten. Zie toch eens wie we daar allemaal zien gaan. Een rattenplan scheurt rond. Meestal gaat hij heel langzaam, maar deze rattenplan is een hele snelle. We zien ook Jolly Jumper. We zien een heleboel dames. Een heuse Wild West dance clinic geven ze. Lucky Luke, sneller dan zijn schaduw. Hij laat de carnaval niet schieten. Bovenop de gevangenis, daar hebben we de vier Dalton. Deze broertjes mogen natuurlijk ook niet ontbreken. En als ze niet ontsnapt zijn, ja, dan zijn ze er dus weer in. Maar zoals altijd zijn ze natuurlijk toch weer op zoek naar een grote kluis. Die zit op de eerste verdieping. En hij gaat met een stapel dynamiet opgeblazen worden. Deze plattelandsknotsknotsen hebben ook altijd weer helemaal een toneelstuk uitgedacht. Wat ze met z'n allen spelen. En u ziet... Althans, ik zie het. De eurobiljetten of de dollarbiljetten vliegen in het rond. De kluis is ontploft. Prins Leo die krijgt het geld naar zich toe gegooid. Het is een compleet spel waar veel over nagedacht wordt. Wat ons als publiek veel schrik geeft. Maar de plattelandsgenotsknotsen zelf hebben nog veel en veel meer schrik. Ze bezorgen zichzelf eigenlijk altijd de hoofdprijs. En deze carnavalsvereniging die bestaat al 25 jaar. En al 25 jaar vieren ze een mooi feestje in Knollendam. En komen ze dit feestje ook bij ons in het Zandcruiersgat vieren. De doodgraver schiet gebedje. Pas op als hij je de maat komt meten. Country carnavalsmuziek. Prins Leo die gaat uit zijn dak. Zijn zus Petra zie ik ook gaan. De Eemschummers hoeven niet de gevangenis in. Dat is weer een meevallen. Komen echt met prachtige inzendingen dit jaar weer naar Hoogland. We hebben de mazzel mee dat ze de rit iedere keer weer maken. Jongens en meiden, indrukwekkend.
In de saloon zal ik wel een keer een pintje willen komen nemen. Het ziet er fantastisch uit. Ik wil cowboy worden. En daar komen de twee vriendinnen aan, El en Ing. De twee vriendinnen, El en Ing, die staan dit jaar natuurlijk ook weer stil bij de carnaval. Ze kunnen niet missen. In 2015 hebben zij een eerste prijs behaald. En ze hebben er dit jaar voor gekozen om eens stil te staan bij alles wat gebeurt. En ze gaan dat letterlijk uitbeelden. Dus we zien ze dansen en dan horen we een klokkengeluid. En u kunt het nu zien, dan staan ze ineens stil, een levend standbeeld. En dan moet ik u vertellen, dames en heren thuis. U denkt dat dat heel makkelijk is, een levend standbeeld zijn. Maar ik kan u vertellen dat dat voor El en Ing behoorlijk lastig is om ineens stil te moeten staan en niks meer te mogen zeggen en niet meer te mogen bewegen. Hun echte genoten genieten van deze dag en genoten van de tijd dat ze thuis aan het oefenen waren. Want El en Ing staan namelijk nooit stil. Maar vandaag wel bij de carnaval. Once you go drag, you wanna play back. De wijfies. Hoe hebben zij dit thema uitgewerkt? Het is zo leuk. Je ziet die thema's van tevoren op papier. En moet je eens kijken, mensen, wat daar aankomt. En kijk naar die pruiken. En kijk naar die kleding. Dit ziet er echt super, super, super uit. Onze Raad van Elf hebben iets moois op hun hoofd. Maar ik moet zeggen, deze wijfies, deze groep, die hebben het wel heel erg mooi gemaakt. Het idee kwam tijdens een vrijgezellendag. Toen waren ze bij een dinershow met drag queens. En daar is het idee ontstaan. En ze dachten, die pruiken, dat kunnen wij zelf wel maken. En zo zijn ze op YouTube gaan kijken. Ja, we hebben het woord al vaker gehoord, deze carnavalsoptocht. En ze hebben hiervoor 25 vierkante meter foam gebruikt. En dan met een verfbrander dat een beetje branden. Dan gaat het plakken en het ziet er echt heel erg gaaf uit. Mag ik misschien je verfbrander gebruiken voor het maken van een pruik? Dat is dan een uitspraak. En ja, ze heten dit jaar de wijfies. Elk jaar hebben ze een andere naam. De wiefies, de wulfies. En nu zijn het de wijfies. Raad het lied van de travestiet. En nou mag je raden. En ze doen het playback. Welk lied is dit? Welk lied is dit? Ik pijs me suf. Het is goed geraden. De mensen van de EHBO Rode Kruis, de vrijwilligers, hebben het goed geraden. Die mensen zijn multifunctioneel zijn die mensen. Ze maken je weer gezond en ze raden het juiste lied. Het lied van de travestiet. De confetti vliegt om onze oren. En zo worden wij als publiek dus ook weer aan het werk gezet. We moeten meedoen. En dat maakt deze optocht zo ontzettend leuk. En we gaan zo meteen kijken, lieve mensen, naar Stapelgek. En ik kan u vertellen, eigenlijk heb ik daar weinig over te zeggen. En dat komt gewoon omdat u nu gewoon heel goed moet kijken. We kennen Stapelgek als een groep die altijd hoge ogen gooit als het gaat om de prijzen. En u gaat natuurlijk niet altijd om de prijzen. Het gaat erom hoe het eruit ziet en dat we met z'n allen vet pret hebben. Maar in 2015 hebben zij de eerste prijs gehaald van de grote wagens. En ook dit jaar hebben ze gezegd, we gaan er weer wat prachtigs van maken. Ze hebben een hele show rondom hun thema. Wij zijn van het padje. Er is muziek, er is dans. En laten we eens met z'n allen kijken wat hier allemaal gebeurt. We zijn van het padje met de padvinders. Maar nog niet helemaal, hè? Heel mooi gedaan. De padvinders zijn van het padje. Rennen om hun wagen heen. Op zoek naar, ja, wat zal het zijn, jongens? Jongens en meiden. Een groep van 20, 30, 40 man. Doen de padvinders weer herleven. En ze bestaan echt ook al heel erg lang, sinds 2003. Sinds 2003, nou ja, dan
Als carnaval eenmaal in je bloed zit, gaat het er nooit meer uit en blijf je het vieren. Dit is het bij wij. Bestonden ze al in 2003? Ik zie allemaal hele jonge jongens en meiden, joh. Ja. Of worden wij zo oud, heren? De samenstelling kan soms variëren. Ze hadden ook een heel leuk krantenartikel de afgelopen week. Waar ze veel vertelden over wat ze doen en waarom. En ze zijn op zoek. Je ziet ze zoeken. En ze gaan het vinden, dat weet ik zeker. De padvinders zijn uitgerust met een rugzakje en biertjes. En een fluitje om de groep bij elkaar te halen. En prachtige vlaggen, stapelgek. Alle details zijn prachtig ingevuld. Mooie, lange, rode vlechten. En ze bouwen hier een feestje. En gisteravond hebben ze op het Notenkrakersbal in het Zottenhokkenfeestje gebouwd. Morgen gaan ze weer een feestje bouwen. Naar die vogel er bovenop zoekt met ze mee. Een prachtig grote padvinder. Wij zijn van het padje. Je ziet de vogel bewegen. Je ziet de boomhut bewegen. Verschillende materialen gebouwd. Prachtig, prachtig. Daar komen nog meer muziek queens aan. Hoe gekker, hoe beter. Daar komen ze aan, lieve mensen. Wij knallen de noten A tot en met G. Wie feest er met ons mee? Nou, wij knallen en feesten zeker met jullie mee. Ze hebben hiervoor gekozen om te zeggen, we willen echt lekker ons eigen thema doen. Noten en blokfluiten ziet u op de wagen. En zoals u kunt zien, het is een stel vrienden van elkaar. Die hier knallen met de noten. Lieve mensen, feest met ze mee. Hoe gekker, hoe beter. Dat is het thema wat altijd bij de carnaval kan. En daar doen we weer mee. Ja, en deze jonge jongens, die hebben we vorig jaar ook al gezien. En dat is hun zo goed bevallen. En ook zij maken kans op de Zatprijs. Het Zandkruurs aanstormend talent. En dat zijn ze zeker. En ik durf te zeggen dat over 10 jaar een van hun een raadslid is. Achter hun rijdt, hoe ouder, hoe gekker. Terug in de tijd met deze gouden oude meid. En straks zagen we LP's. En nu zien we allemaal singeltjes. Aan ons komen ze voorbij rijden. Gouden singeltjes. Dit is allemaal in mooie gouden kleuren en zwart. En zie haar wuiven en zie haar gaan. Mijn hart gaat sneller kloppen. Mijn hart gaat sneller kloppen. En de jouwe ook, Irma. Want hier komt buurtschap Zevenhuizen. En zij hebben ook een thema uitgekozen. Een wagen die gaat over carnaval. Er zit muziek in. Muziek brengt de buurt bijeen. En dan gaat het om de bij. Ze zijn allemaal verkleed, onze Zevenhuizers, als bij. En ze hebben op de wagen, zoals u ziet, een prachtige grote bijenkorf gemaakt. Er is een echte imker die er rondloopt en een echte bijenkoningin. En het hele bijzondere is dit jaar, omdat ze dit jaar is de optocht voor de 40ste keer. Dit jaar doet Zevenhuizen ook voor de 40ste keer mee. Ze waren er al vanaf het begin. En daarom hebben ze gekozen om met 40 personen deel te nemen aan dit lied. En een eigen lied te maken. Ze hebben een lied gemaakt op de melodie van Wolter Kroes, Viva Hollandia. En daar hebben ze een eigen tekst op gemaakt. De songwriter is onze eigen Bertus Vlastuin. En u ziet dat zijn foto in het publiek wordt verspreid. Want ja, als echte rasartiest moet je natuurlijk ook je eigen foto's moet je gaan verspreiden. Het nummer is speciaal in de studio opgenomen, ook door de mensen uit Zevenhuizen. Ze hebben hun beste stemmetje voorgezet. En is serieus opgenomen in de studio. Muziek brengt de buurt bijeen. Deze buurtschap. Hey.
En Wettes Vlastuin, daar komt hij aan. Hij rookt een zware pijp. En we zien ook kleine bijtjes, we zien grote bijtjes. Er is mij verteld dat alles zwart en geel is, klopt dat? Alles zou zwart en geel zijn? Ja, wij zijn alles zwart en geel. Zelfs Bettes, maar ook onze grappige chauffeur. Dat is Benny van Bart. Die heeft voor 40 euro, dingen zijn duur. Maar voor 40 euro heeft hij een onderbroek gekocht. Een zwart met gele onderbroek, dames en heren. Het is compleet. Wat? Een zwart met gele onderbroek. Ja, ja, speciaal een thema. Maar wat ook in het thema is, is voor Prins Leo zijn we dit jaar in de studio ingedoken. En hebben we een lied opgenomen. Serieus? We gaan nu luisteren naar jullie eigen nummer met eigen mensen opgenomen. Het klinkt fantastisch. Zevenhuizen zet zijn beste beentje weer op. Heel uniek. Dat gebeurt nooit in Hoogeland. Dat mensen speciaal voor de carnavalsoptocht in de studio duiken om zoiets op te nemen. Maar dit jaar hebben we dat gedaan. Echt top. Veel plezier nog. En na al deze bijtjes komen de turfhappers naar de tap toe. Het zijn brandwindmannen. En ook hun laat het thema weer aansluiten. Carnaval, daar zit muziek in. Het is een vriendengroep dus, deze brandweermannen. Ze zijn graag rond de tap te vinden. En ze zitten in een vervaren met één grote trom. En hup, een barbertruc. Die trom die verandert gewoon in een tap, oftewel een bar. Misschien wel een illegale kroeg. Die kennen we ook nog wel in verschillende boerendorpen, ook op het Hoogland. Ze komen uit het turfstekerschat, uit Hooglanderveen, dragen hun vlag met zich mee. Hebben natuurlijk ook hun eigen muzikanten. Super. En ook daar houden ze van een feestje bouwen. En fijn dat ze hier bij ons komen. De turftappers. De tap toe. En achter de turftappers, die vinden het fijn om deze enorme tocht een Dixie bij zich te hebben. Dus hoe regel je dat? Nou, dan zorg je gewoon dat het nummer achter je, dat de bierproefvereniging PQDQ is. Heel Holland kakt. En wat hebben ze bij zich? Een Dixie. En wie zien we daar aankomen? Jongens, PQDQ, wie zijn jullie? Wij zijn van de bierproef PQDQ in Hooglanderveen. En dit jaar hebben we als thema Heel Holland kakt. Kun je dat uitleggen? Wat valt er aan uit te leggen? Kijk, we hebben de koning geportretteerd en die kakt gewoon. Ook de koning moet schijten. Zo werkt dat. En je zegt bierproefvereniging. Wat betekent dat? Nou, wij gaan één keer in de maand bier proeven. Voor een algemeen nut. He, dat doen we dan voor jullie. Dat vind ik heel fijn. Nou eet ik altijd op zondag carnaval patat. Welk biertje kan ik daar het best bij drinken? Wat eet je? Op zondag eet ik patat. Welk biertje drink ik daar het best bij? Gewoon. Gewoon, niet te moeilijk bier. Gaan we doen. Veel plezier. En daar komen ze voorbij. Heel Holland bakt. Ik wil het ook een keer zeggen, Irma. Heel Holland kakt. Kijk, dat wil je toch gewoon een keer op tv gezegd hebben. Heel Holland kakt. Dat voelt lekker. Serious business. En we krijgen hier de Cecilia Gilde uit Hilversum. Voorop loopt kakker Erik Jan. Hij heeft heel wat mensen meegenomen. Ook hier zie ik de tuba, maar hij is niet de vader van de prins, Sint Cecilia. Kip en kuiken. Ja, die kennen wij. Kip en kuiken. Moeder en dochter. En hun weten hoe je moet carnaval vieren. Keep calm. Ze zijn een beetje doof geworden van alle decibellen. En het leuke is, ze hebben geheim gehouden dat ze samen meeliepen. Dus niemand van hun familie leed het. En ziet het nu dan wel. Ze lopen mee in de carnavalsoptocht. Carnavalesk, verrassend. Zo hoort het.
En daar komt de buurtschap Monsieur van de Weteringstraat. Die lopen ook volgens mij al 40 jaar mee, toch? Ja, al 40 jaar mee lopen ze ook mee in de optocht. Nou, u ziet het. Wij draaien het om. Dat is het thema van hun. In 2015 met de buurtschap kregen zij de eerste prijs van de kleine wagens met de duikvogels. Misschien weet u het wel. En dit jaar draaien ze het om. Ze hebben een mooi draaiorgel gemaakt. En ik zie daar, als ik heel goed kijk, Christa. Hoi. Christa, zit jij hieronder? Ja, ik zit hieronder. Met wie heb je allemaal meegenomen dit jaar? Wat een bijzondere. Zo, u krijgt even een kijkje thuis, lieve mensen, hoe het eronder uitziet. Hoe gaat het met je schouders? Ja, goed. Nee, het is heel licht, dus dat is wel mee. Nee, de kinderen zijn het al een beetje zat, dus het is goed dat ze afgelopen is zometeen. Maar wat is jullie thema? Wat doen jullie vandaag? Is, onze buurt, monsieur, doet alles op zijn kop dit jaar. Dus in thema, de orgel. Maar alleen de orgel rechtop, ja, dat was een beetje saai. Dus we dachten, doe alles op zijn kop. Net even wat anders. En onze orgel heeft ook een naam. Cleo Petra, van Leo en Petra natuurlijk, van de hofdame en de prins. Ja, ja, het is over nagedacht. En iedereen aan de hoofdpijn hier zo op zijn kop, maar dat heb je natuurlijk allemaal voor de carnaval over. En met uit wie bestaat deze groep? Uit onze buurt, de Monsieur en een gedeelte Bunschotenstraat. En het bouwen hebben jullie met z'n allen gedaan? Ja. De mannen voornamelijk eigenlijk wel de kar. Barbara Brundel heeft heel mooi de schilderingen gedaan op de wagen. En de vrouwen eromheen, vooral de pakken, hè? Dat is ook een heel karwei. Jullie hebben het gezellig gehad onderweg? Zeker weten, dat is hartstikke leuk. Ja, nog heel veel plezier, maak me nog een leuke dag van. Bedankt. Wel, doeg. En daar gaat de monsieur. En we hebben hier Donald Duck. Met Donald Duck vieren wij carnaval niet in ons eentje. En dit is het eentje. En ik zie inderdaad Kwik, Kwek en Kwak. En ook zij zijn bij ons in de optocht. En wie heeft er niet een Donald Duckje gelezen ooit? En ze zien er goed uit met elkaar. Het is een vriendengroepje. En deze zit in de bak. Ze maken foto's van het publiek. Vragen ze dan een duckfeest te houden. En dan gaan we daarna weer kijken naar de meerschuimers. En die hebben dit keer een heel lief thema. Want ze hebben gekozen voor een liefdevol en een vredig carnaval. Weet je, er is al zoveel ellende in de wereld. En er is weinig saamhorigheid. Vandaar dat deze groep ervoor heeft gekozen om een hand te hebben. Met een wereldbol erin. En een vredesduif erbij. En op die manier beelden ze het motto liefdevol en vredig carnaval uit. Dankjewel, prinses Irma. Want deze carnavalsvereniging heeft een prinses met haar man Adrie. Stadsprins Joris XL. Carnaval het begin van samenhorigheid. De stadsprins en zijn prinses Erna zijn dit jaar in het huwelijk getreden. Hij is heerser over Trekkerschat en Draakstekersland. Hij woont in Nijkerk. Brabander van origine. Zijn adjudanten komen uit Soest, oftewel een internationaal gezelschap. Ook zij zijn weer naar ons Zandkruurschat gekomen. Carnaval, het begin van saamhorigheid. Nou, op het Hoogland begint dat al veel eerder. Maar hij wil afsluiten met, dat hebben we toch mooi samen gedaan. En daar sluiten wij graag bij aan. En het geeft ons de tijd om te gaan kijken naar Tiet Zat. En ze hebben als thema 1, 2, 3... Je gelooft je ogen niet. Nou, en daar gebeurt het. Want ze komen namelijk aan met een enorm cadeau voor ons allemaal. En als het cadeau open gaat, dan valt alles op zijn plaats. Want dan zien we alle vriendinnen eruit komen. De vriendinnengroep doet al jaren mee met de carnaval. En dit keer is die zelfs uitgebreid met Dagmar Stam en Ilona van de Hengel. Die hebben zich er ook bij aangesloten. En hoe meer plezier en hoe meer carnavalgevoel je krijgt. En eigenlijk is ook het oefenen van de act is de hele tijd één grote grap geweest. 1, 2, 3. Je gelooft je ogen toch niet? Want ja, wie zou er nou niet zo'n cadeautje thuis willen hebben? Swingende dames uit het cadeautje. Straattheater op zo'n glans. En het doosje gaat weer dicht. Ik weet eigenlijk niet of dat zo mag zeggen, maar ja, dat is toch echt wat er gebeurt. Maar als die dicht gaat, gaat die ook
Weer een keertje open. Maar die meiden bepalen het. Een verrassend mooi ingepakt. Ziet er zeer smaakvol uit. En je gelooft je ogen niet. Tiet zat dit jaar in de carnavalsoptocht. De Doordouwers uit Nijkerk. Andere kant van de Laak. Hun thema is gas op die lolly. Nou, en die lollies die zien we. Het ziet er lekker zoet, zoet uit. Ik weet niet of die Nijkerkers zo zoet zijn. Ze houden heel erg van zoete dingen. Hebben een grote snoepwagen gemaakt. Taart, cupcakes, zuurtjes, Engelse drop. Alles zit erop. Krijgen zin in. Eerst patat en dan een lolly. Draaien al heel lang met elkaar mee. Hadden een jaar vol met huwelijken en verhuizingen. En in november, december zijn er nog 3 baby's geboren. Kat op het spek binden. Ja, erop of eronder. Allemaal mooie teksten, goed over nagedacht. Spek glad zie ik lopen. Gas op die lolly, de thema. Een snoepdok. Nou, er komt echt een heel lekker hondje aangelopen. Oh, oh, oh. En als je zo'n hele tijd met zo'n optocht meeloopt of langs de kant staat, dan krijg je last van hoge nood. Dat snap je natuurlijk wel. En dan komen ze aan. Kiek ons gaan heeft hoge nood. En dat is natuurlijk wel zowel de nood van de muziek als de hoge nood die enigszins op tijd er weer uit moet. U ziet hier komen allerlei varianten op de nood. Een noodslachting. Ik ben in nood. U ziet noodweer. Noodverband. Ja, daar kunnen we natuurlijk ook niet tussen. Het zijn allemaal vrienden van elkaar. En zelfs een paar familieleden die er met z'n allen zijn. Tijdsnood zie ik voorbij. Notitie. Kiek ons gaan. De vrienden. Hoge nood. Onze noodman. De chauffeur. Een vrouwelijke chauffeur. Dus dat wordt een hele veilige rit. En een hele mooie wc met hele mooie tegels. Hallo wijn. Wij doen alles voor wijn. Zelfs opstaan uit de dood is fijn. Nou, dan heb je heel veel over voor wijn. Hallo wijn. Een vriendinnengroep houden van een wijntje. Maar ze zeggen eigenlijk wat het grappigste is. Bij het bouwen hebben we geen één keer wijn gedronken. Maar ze houden ook van bloemetjes. Hebben we toch een beetje onze bloemencorso. Kijk, en als je thema is carnaval, er zit muziek in. Dan ga je zingen, dan ga je dansen. We hebben allemaal mooie noten gezien. Maar nu gaan we blerend het carnaval door. En dat doen we met de deurzuipers. Zij hebben een prachtige karaoke bar gemaakt. Met het motto... Blerend de carnaval door. Ze hebben de karaoke bar op de wagen gezet. Met allemaal mooie borden eromheen en een podium. En op dat podium zijn allemaal verschillende optredens. Ook hier ziet u weer dat de groep bestaat uit een stel vrienden. Die elkaar allemaal kennen uit het dorp. En ze hebben zelfs wat spannende momenten meegemaakt tijdens het bouwen. Want Thomas die zaagde tijdens het bouwen in zijn duim. En dat ging toch wel echt ietsjes te hard. Waardoor hij zelfs naar het ziekenhuis toe moest gaan om zijn duim er weer goed aan te plakken. Maar het is allemaal gelukt. Thomas is er weer bij. En Thomas zingt ook zijn deuntje op het podium. Blerend het carnaval door. En dat zou ook morgenmiddag kunnen gebeuren in Pupkoppersland. In het Achterveld, dan gaan bussen vol met Hooglanders daar naartoe. Achterveld heeft een speciaal plekje in ons Hooglandse hart. Er is al heel wat heen en weer getrouwd en gevreden. En wie weet, is ook daar karaoke. Sterker nog, Irma, onze eigen opa komt uit Achterveld en is hier in Hoogland gevestigd. Dus zelfs wij hebben dubbel bloed in ons. Wij zijn zelf ook wel een mengelmoesje. Toch een beetje een puppenkop. Maar de karaoke's, die vieren een goed feestje hier ook.
En het is wel zo dat morgenavond we natuurlijk allemaal weer terug zijn hier in het Zottehok voor het volgende feest van de Eemschummers. We zien daar Bassie en Adriaan aankomen. Bassie en Adriaan gaan er tegenaan. De broers Jordi en Melvin dachten dat het echt heel leuk zou zijn om mee te gaan lopen in de optocht. En gelijk hebben ze. Ze hebben een hele gave auto gevonden. De originele caravan, zoals ze zelf zeggen. Alle typetjes uit de seizoenen van Bassie en Adriaan zien we hier voorbij komen. Ze zien elkaar vaak in de stad Amersfoort. En ze dachten, ach, als we daar een leuk feestje kunnen bouwen, kunnen we dat ook op het Hoogland? En zo is dat. Kijk naar de koplampen. De Bassie en Adriaan hebben wel hun gordijnen dicht. Waarom hebben ze hun gordijnen dicht? Ik denk dat Bassie en Adriaan even een dutje doen. Waar zijn Bassie en Adriaan? Die komen eraan. Ja, die lopen achteraan. Bassie naar een zin dat ze gewoon geen tijd meer hebben. Ze zitten helemaal niet in een caravan. Nee, maar weet je wat het probleem eigenlijk is? Vertel. Ik heb ook altijd pech. Ze moeten altijd mij hebben. Maar ja, het is carnaval. Hou vol. Dus we gaan door. Hou vol, ik geloof in je. Veel plezier. En hij gaat het ook volhouden tot dinsdagavond 12 uur. Ik weet het zeker. En er loopt ook nog een enge boef. En een enge boef. En daar gaan Bassie en Adriaan. En van Bassie en Adriaan gaan we naar Apelazarus der Bierstube. Bierstube is het thema. En deze mensen komen speciaal uit IJsselstein. En ze hebben gezegd, wij gaan hier het Oktoberfest van IJsselstein, gaan wij eens in Hoogland met z'n allen meemaken. Het is een vriendengroep. IJsselstein kent ook ieder jaar een hele grote optocht. En de eerstvolgende inzendingen zijn speciaal uit IJsselstein naar Hoogland gekomen. Zodat we hun prachtige inzendingen mogen meegenieten. Ja, bierstuben. En we zien daar vlechtjes, we zien daar mensen met rare petjes op. Knikkerbokkers. Apelazarus. IJsselstein is ook wel bekend als Apenstad. Dus vandaar ook de naam. En daar zien we de Pimp Crew Oranje in Rio. Ook een groep dus uit die mooie plek. Dit is weer een groep uit IJsselstein. Die zijn 11 jaar geleden begonnen met het meedoen aan de carnavalsoptocht in IJsselstein. U ziet het hier aan de voorkant. IJsselstein wordt dan ook omgedoopt tot Apenstad. En inmiddels is het een man of 10 vrienden en familie van elkaar die met z'n allen in de optocht meedoen. En het thema dit jaar is Oranje in Rio. Ja, dat is natuurlijk een fantastische combinatie van een aantal feesten. We hebben carnaval in Nederland, we hebben carnaval in Rio en we hebben de Olympische Spelen. En u ziet, er wordt ook nog een knipoog gegeven naar het Holland Heineken House. Dit allemaal ziet u in deze inzending. De dames in prachtige Braziliaanse kleding. De mannen in oranje pakken. En de wagen is een mooie kleurrijke show. Met een mengelmoes van Nederland, Rio en de Olympische Spelen. En als we naar de gouden pakjes kijken en de gouden accenten. Nou, dan kunnen we toch alleen maar goud gaan halen. Wij gaan voor goud, staat hier op de zijkant. In Rio. En ook zij hebben gisteren al een optocht gelopen. See you in Rio staat er op de achterkant. Maar het is see you in Hoogland. Maar ook naar het oranje komen er nog veel meer aangelopen. Ze groeten de prins, want dat hoort. Het is een défilé voor de prins en zijn raad van 11. De jongere raad, die is zo'n beetje verspreid door de hele optocht. De schooien staan bij hun.
En daar komt carnavalsvereniging De Badeendjes. En zij hebben een mooi thema voorzien. Een hele lange nek met een kop erop. Nou, dan weten we de meeste van ons wel dat dit gaat over het Sprookjesbos. Hun thema is dan ook: één keer per jaar mogen wij los in het Sprookjesbos. Ook gisteren meegelopen in Apenstad. En ontzettend leuk dat ze zeggen: vandaag gaan we naar het Zandkruurschat. We pakken onze spullen op. We nemen onze mensen mee. We schminken ons weer. En ik heb gehoord dat ze het ontzettend naar hun zin hebben hier bij ons. Carnaval verbroedert. Met carnaval zijn we allemaal gelijk. Hoewel, als je ons zo ziet, misschien niet. Maar wie of wat je bent in het maatschappelijk leven, dat doet er even niet toe. Samenwerken, samen schik maken. En ook deze mensen weten hoe dat moet. De Badeendjes. Ik zie het bad zelf nog niet. Ik zou het best lekker vinden, zo lekker even dobberen. Maar ze hebben in ieder geval een lange nek. Ze hebben overzicht, ze kunnen alles goed zien. De prins heeft ze goed kunnen bekijken. Ik zie hier ook weer veel jonge mensen lopen. Met lange Jan voorop zetten wij de optocht op zijn kop. En ja, ze gaan dus helemaal los in het Sprookjesbos. En voor hun is carnaval geen sprookje. Het is gewoon heerlijke, heerlijke realiteit. Met daarachter carnavalsvereniging De Afhakers. Ja, zij hebben IJsselstein als prachtig thema glamping. Glamping in IJsselstein. Glamping, dan hebben we het over luxe camping. Want gewoon maar een tentje op een luchtbedje en met je wc-rolletje naar de wc toe lopen, daar doen we het niet meer voor. Wij willen tegenwoordig glamping. Wij willen op z'n chic, op de camping. En de IJsselsteiners gaan ons vertellen en laten zien hoe je dat het beste kunt doen. Ze hebben hun fiets meegenomen. Die hangt aan de wagen. Zo zien we ze vaak rijden hier op de A1. We zien de vlag van Apenstad, de westen en hoeden. Mensen, mooi dat jullie er zijn. De Gangmakers. Een carnavalsgroep die bestaat sinds 2002. En ja jongens, we kennen allemaal Gangmakers. Heerlijke koek. Ik zou zeggen, zet de gang er maar in. De Gangmakers hebben weer een trekker ervoor staan. Ze bouwen een feestje. Er staat een informatiebalie. Want ik ben toch nog steeds nieuwsgierig waar de Apenstad, waar die naam vandaan komt. We hebben natuurlijk hard zitten googelen, Annette en ik. Ik zie wel dat ze op spoor 11 staan. Ook hun houden van de carnavaleske getallen. Zoals in ieder weet, 11 november, 11e van de 11e, dan begint de carnavalsperiode. 40 dagen voor de kortste dag van het jaar. We gaan allemaal nog even uit ons dak. En ook deze mensen uit Apenstad weten hoe dat moet. Hun mascotten hebben ze hangen.
En we sluiten af de optocht met de Star Event, het IJsselsteinse leger. Wij worden beschermd door deze stoere mannen en vrouwen uit IJsselstein. I love carnaval, geven ze aan. De Star Event. En in de verte ziet u hem al aankomen. Achter IJsselstein wordt de optocht afgesloten met de hekkensluiter. Mensen gaan hun huizen weer in op zoek naar warme erwtensoep of een lekker warm wit wijntje om zometeen met z'n allen naar het Zottehok te gaan en daar natuurlijk verder te feesten in het fantastische carnavalsweekend. IJsselstein doet ons uitgeleiden. Het zijn echt vredesoldaten, dat kunnen we zien. En achter dit deze vredelievende mensen zien we de hekkensluiter. En de hekkensluiter bedankt ons allen voor de komst. U kijkers, zo fijn dat u met ons meekijkt, meeviert. Voorzitter, kijk eens Martijn in de camera. Hij is zo bescheiden. Onze lieve, lieve, lieve Martijn, voorzitter van de Eemschuwers. Wij zijn zo, zo ontzettend blij met jou en met jullie allemaal. Hoe was deze optocht? Als eerste, ik ben heel blij met jullie en met alle vrijwilligers die deze optocht hebben mede mogelijk gemaakt. Met daaruit uitspringen toch wel de optochtcommissie, de hoofdoptochten. Verkeersregelaars, politie, alles wat keihard heeft meegeholpen. Niet te vergeten de sponsors. Dus ja, daar helemaal natuurlijk een grote pluim voor. We hebben een hele mooie dag gehad. Droog weer, gelukkig. Nog net. En ja, we hebben natuurlijk 1-0 feest gehad. Heb je mooie dingen zien gebeuren tijdens de optocht? Ja, ik heb me weer laten verbazen tijdens de optocht. En, langs de kant, hele leuke reacties langs de kant gehad. Maar ook zeker wat we voor de wagen hebben gezien in de optocht. Optocht deelnemers die toch echt hun best doen, een heel showtje doen. Ja, ik zou alleen maar elke Hooglander willen aanmoedigen om ook een wagen te bouwen of om mee te doen aan de optocht. Dat deze mooie traditie voort blijft gaan. Heel Hoogland en de Eemschuwers mogen gewoon weer heel erg trots zijn. Wat ga jij nu nog verder doen? Wat brengt de dag voor jou nog? Nou, ik kom zo meteen even bij jullie kijken, bij al die kanjes van de film die daar zitten werken. En daarna gaan we nog even overleggen met de beide hoofdoptochten, Richard van As en samen met Jeroen Groendijk. Ja, die hebben alles in grief vandaag. Met Ignos Zwaanburg, Matthijs, Wim Hartman, een hele groepje. En daarna gaan we hier uiteindelijk het hok prijsuitreiking. Ja. Jury die is druk en beraad al. Ja, en dan gaan we nog even knallen met alle optochtdeelnemers. Maar Martijn, wat ga je nou als eerste hierna nog doen? Als eerste? Onze traditie, Irma. Ja, dit is weer een hele moeilijke. Wij gaan natuurlijk weer over op onze traditie. En dat is het zingen van het Eemschuwerslied. Maar we gaan je helpen. Ja, mijn stem is al zowat niks meer, hè, natuurlijk. Zet jij je maar in, we volgen je. Met de Eemschuwers kun je feesten. La 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 la